Wat doe je met die kussens? Dat heeft Julie. Ik zit hier. Oké, hij is scherp. Oké, let's sit. Ja, ook op mijn hoofd? Nou, als je gaat zitten, dan wel. Dat is niet nodig. Jouw hoofd kan beter niet. Dat ik ook. Even kijken. Ja. Oh. Alleen moet wel. Ik zit heel comfortabel, weet je, jongens. Ik zit zo fijn nu. Oh, nog beter. Fuck jou. Hi. Hey guys, welkom bij een nieuwe video van Michelle van Nuchterijn. Nuchterijn? Nuchterijn. Nuchterijn. Vandaag gaan we het hebben over. En ik Koningsdag. Waar gaat deze video naartoe? Nee, maar jullie zitten zo laag. Ja, wat moeten we doen jij dan? Omdat jij hierop zit, je prop jezelf er gewoon tussen, schat. Prop jezelf er gewoon tussen, moet lukken. Ja. En anders ga je op één been doen. Okay. Hoi, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag, dat is logisch, want ik upload altijd op donderdag. Maar het is vandaag Koningsdag. En wat deden jullie vroeger met Koningsdag? Trouwens, even Koningsdag fact. Nou, het is eigenlijk helemaal geen fact. Maar eerst was het op 30 april. Eerst was het op 30 april. Nog harder. Jezus. Koningin ja, toen was Koninginnedag, maar dat was niet de verjaardag van Beatrix. Jawel. Helemaal niet. Was nee, helemaal niet. Koninginnedag was de verjaardag van Beatrix. Niet, want die is in februari. Het was de verjaardag van Juliana of zo. Ik heb het gisteren met mijn moeder over gehad. Oké. Okay. Echt waar. En nu is het 27, omdat dat de verjaardag is van. Alexander. Willem B. Oké, terug, Koningsdag. Koningsdag. Wat deden jullie vroeger met Koningsdag? Eerste, leuk. En we kwamen op die markt. We kochten allemaal nieuwe spelletjes van zijn asielzoekercontainer. Oh, het was amazing. Loved it. En sindsdien haat ik. Oké, over naar jou. Wat vind jij van? Wat ik deed op Koningsdag is mijn dingen geld verdienen. Wat verkocht je dan? Okay, mijn ding. Nee, mijn dingen verkopen. Die ik niet meer gebruik. Bijvoorbeeld, okay. Wat verkocht je? Dat deed ik ook. Weet ik veel. Gewoon alles. Gewoon alles. Ja, wat is alles? Was. Ja, maar gewoon je speeltjes en zo. En nu zijn we ouder. En wij zijn. Nou, fysiek, mentaal. Ja, ja. Oké, precies. Laten we jullie. Vooral jij, ja, Michelle. Koningsdag. Wat doen jullie vandaag? Wat hebben jullie vandaag gedaan? Laat het even weten in de comments. Laat het weten. Ik heb gewerkt, zoals altijd. Hey, ik moet trouwens ook werken met Koningsdag. Zoals deze week. Het is Koningsdag. Dit jaar. Het is vandaag Koningsdag. Ik ben nu. Op Nassau. Wat is Nassau? Een festival. Oh. Ik wil ook wat moet ik aan? Nou, het wordt helemaal geen lekker weer. Besef dat je gewoon waarschijnlijk die rode hoodie moet je aandoen. Rode welke rode hoodie? Aandoen. Rode hoodie. Hoodie. Oh ja. Welke rode hoodie? Zij heeft een rode hoodie, is fucking top. Nee, je moet schat, het is altijd mooi weer op Koningsdag. Hè? Dus met een hoodie gaan op een festival. Maar weet je hoe vaak het wordt echt slecht regenen? Ja, dat zei ze vorig jaar ook, schat. En het was zo'n 25 graden of zo. Ja, dat weet ik niet. Nou, ja. Zodat ik in Amerika. Ik zou zeggen, doe gewoon lekker iets comfortabels aan. Een tanktoppie. Tanktoppie? Ja, doe even tanktoppie met eventjes hotpants of zo. Ja. Ik ga nu aan trekken. Oh, dat is niet oké. Okay. Ik waarschuwde je nog, want nu veeg je lekker op handje in. Zij is uit. Ja. Hij heeft maar 1 minuut gehad. Nee, grapje. En hoe weet jij dat het maar 1 minuut heeft gefilmd? En ik geloof echt alles. Ik vind het echt leuk trui. Ja, maar dat telt niet. Wat ik echt leuk vind aan Koningsdag, is dat je kan letterlijk met iedereen praten. Stel je met je vrienden kwijt, no stress. Dat was ik vind Kings Day, vind ik een leuk. Want dat heb je nergens anders. Nee, maar dat is wel zo. Oké, ja, nee. Het is wel leuk inderdaad. Ja. Nou. Wat vind je van Maxima's fashion style? Oh, ik wist dat je dat ging vragen. Eerlijk gezegd vind ik dat zij er nog echt goed uitziet. Wil je zeggen voor de leeftijd? Nee. Vergeleken andere landen. True that. Nee, dus die ziet er goed uit. Ja. Dat er niet meer nu op. Jullie nog. Hey, ik denk dat we deze video nu gaan afsluiten. Kom even deze kijken. Kom hey Siri. Hallo. Wat vind jij van Koningsdag? Dat kan ik je echt niet zeggen. Niet zeggen? Lieve mensen, ik hoop dat jullie een leuke dag hebben gehad met Koningsdag. En als jij zijn video van vorige week, twee weken geleden. Discussions met ook ons. Ook een leuke video. Die heb ik echt 10 keer opnieuw gekeken trouwens. Ja, same. Ik ook. Dus moeite waard. En als je hier klikt voor de video van Sof. Over Julian. Sof, wow. Zeker Sof. Lekker chick. Helemaal niet erg. Ja, dan gaat hij over. Stuur de kiezer vragen over zijn ervaring. Ja, dan moet jij zeggen. Mijn video ging namelijk over. Ik heb een studie kiezer gevraagd over zijn ervaring. Ja, en dan kan je hier zo abonneren. Niet aan mijn kin.
Ik word niet tegen. Nee, nee, serieus, geen grap. Doei. Doei. Doei.